We gaan... Wenteldoofjes maken. Wenteldoofjes, wentelteefjes maken of verloren brood of French toast. Het is iets dat mijn grootmoeder dikwijls klaarmaakte met oud brood. Hè. Dat ze eerst in het melk, dan in de eitjes en dan bakte in de pan met een beetje suiker. Ah, heerlijk. Verloren brood is heel simpel. Het gaat eigenlijk gemaakt worden met brood die een beetje hard is. En je kunt dat eigenlijk alleen maar maken met stevig brood. En wij hebben duurste. Wij hebben zuurdesembrood, ja. Maar dat kan eigenlijk met gelijke. Ook met stokbrood, hè. Heel lekker. Dat mogen mooie sneetjes zijn. Hoe stevig, niet te dun. Hoeveel kun jij er zo weten? Twee. Oké, wat zetten we ondertussen klaar? Melk. Je mag 3 eitjes in doen. Snuif je zout, want het zout gaat eigenlijk die blubber, die slime, zo op gaan lossen. Hierbij gaan we het merg van een vanillestokje doen. En daar gaan 2 eetlepels suiker bij. Ja, dat is kokosbloesemsuiker, want dat verteer je. Zo, alles goed voor elkaar. Olie in de pan. En dan zetten we alles in een treintje. De broodjes in de melk. Dan doppen we in eitjes en dan bakken we in de pan met een beetje suiker. Oh, dat is de max! Zit die kleur, jongen. Oh, lala. Dat is zondagmorgen. Koffietje erbij. Goeie muziekje, hè? Krantje, boekje. Papa die zal wel zorgen voor de goede muziek. Papa die zorgt wel voor de goede muziek, ja. Voilà, voilà. Dat is toch een bord vol happiness, hè. Zit dat eens. Wentelteefjes, als je zegt, oh my god, het is al zo lang geleden. Ik wil dat ook nog eens maken. We staan op sophiedumont.be. Natuurlijk, vind je het leuk? Geef ons een like en tot de volgende keer. En Sophie is met een F geschreven. Sophie is met een F geschreven, ja. Hey! Zacht van binnen, krokant van buiten. Oh, alles is toch goed, hè? Zacht van binnen, krokant van buiten. Zoals een kroket. Retteketet.